Welkom bij deze PCM video tutorial. In deze tutorial ga ik op zoek naar drie aantrekkelijk vormgegeven Joomla templates. U kent inmiddels de standaard vormgeving van Joomla. Dit is hoe Joomla standaard eruit ziet, met aan de linkerzijde ruimte voor een aantal modules, aan de rechterzijde ruimte voor modules en hier ook twee plekken om modules te plaatsen. Maar het is helemaal niet gezegd dat Joomla er altijd zo uitziet. Het is ook mogelijk om dat daarmee te variëren. En de installatie van een template zorgt er vaak voor dat modules op een andere plek terechtkomen. Hier ziet u bijvoorbeeld schematisch hoe een ander template eruit kan zien. De positie links, die in dit template aan de linkerzijde staat, zoals u dat zou verwachten, staat hier bijvoorbeeld in het midden, terwijl de hoofdberichten hier links staan. Aan de rechterzijde staat dan wel gewoon de rechterpositie. Maar als u deze template zou installeren, dan zou dit gedeelte op deze plek terechtkomen. Kortom, de installatie van een template heeft meer gevolgen dan alleen de kleurtjes en misschien een leuk logo. Het heeft ook gevolgen voor de plek waar u zaken vindt op de site. Dat gezegd hebbende ga ik op zoek naar wat leuke, mooie templates. Op internet vindt u een heel groot aanbod van templates, zowel gratis als betaald. Met name bij de gratis templates is er nog wel een verschil in kwaliteit. Lang niet iedere template ziet er fraai uit of is goed in elkaar gezet. Deze drie templates zijn dat wel. Deze template is gemaakt door Arthur Konze. Dat is een Duitse webdesigner die al heel lang actief is met Joomla en ook de voorloper Mambo. Op zijn domein Mambo Portal is een template voor Joomla 1.5 te vinden. Met wat doorklikjes is de downloadlink te vinden. Let even op de naam hier. Er staat unzip first en dat staat er niet voor niets. Het bestandje moet eerst geunzipt worden en dan pas kan het bestand worden geüpload naar het domein. Goed, dat is de eerste. De tweede is te vinden op de website Rocket Team. Dat is een commerciële website, maar die site biedt zo nu en dan ook gratis templates aan. En een aardig voorbeeld is deze template, die via deze link is te downloaden. En ook die sla ik op het bureaublad. En de volgende is te vinden op de site Joomla Junkie, ook een commerciële website met zo nu dan een gratis template. Waarvan deze toch wel heel aardig is. En die is inmiddels ook binnen. Dan ga ik vervolgens naar mijn site toe. Bij het uitzoeken van een template is het belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden om zo'n template aan te passen, om die template naar uw hand te zetten. Bijvoorbeeld door de kleurstelling te veranderen of bijvoorbeeld door een ander logo eraan toe te voegen. Via install, uninstall, onder extensions kan ik de templates uploaden. Ik begin met deze. Dan de volgende. En dan de laatste, en die moet ik even uitpakken zoals ik net al zei. Die zet ik even op het bureaublad neer en dit bestaat uit het bestandje met de template en dit, ik vermoed dat dit extra achtergrondjes zijn
die u eventueel kunt gebruiken om wat variatie aan te brengen in de website. Goed, dan ga ik deze ook uploaden. En zo heb ik dan 3 nieuwe templates geïnstalleerd. Onder Extensions Template Manager kan ik de nieuw geïnstalleerde templates vinden. Dat is deze, Aco Toro. En als ik dan hem aanklik en op Default klik, dan wordt voortaan deze template standaard gebruikt. Via de Preview knop kan ik de template bekijken. En u ziet, dat ziet er meteen heel anders uit. Aan de linkerzijde nog steeds het main menu, het hoofdmenu. Maar wat ontbreekt is de rechterkolom. En de modules die in de rechterkolom staan, die zijn ook niet meer terug te vinden op deze website. Dat betekent dat deze template de rechterpositie in het geheel niet gebruikt. Dus iedere module die gepubliceerd staat in de rechterpositie wordt niet getoond. Dat is wel belangrijk om te weten bij het publiceren van modules. In dit geval moet u de rechterpositie dus niet gebruiken. Goed, de volgende. Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ook een voorbeeld van een template die makkelijk naar uw hand te zetten is. Bijvoorbeeld door hier een andere afbeelding te plaatsen. Door een logo hier toe te voegen. Door de kleurstelling te veranderen. In zekere zin lijkt deze template op de vorige. Althans voor wat betreft de opbouw. Aan de linkerzijde de linkerpositie. Ook hier wordt de rechterpositie niet gebruikt. Deze plek de berichten en hier als extraatje 3 posities voor 3 modules. Met het laatste nieuws in dit geval, populaire nieuwsonderdelen en de nieuwsflits. En dan de laatste die ik als voorbeeld wil aanhalen. Deze template is omgedraaid, opgebouwd aan de linkerzijde, de hoofdberichten aan de rechterzijde, het hoofdmenu. En wat opvalt is dat de positie links in dit geval aan de rechterzijde wordt getoond en de positie rechts vinden we daaronder. Dus de modules die in de positie rechts zijn gepubliceerd, die vinden we in deze template wel terug. Maar dan vanaf hier onder de positie links die we hier vinden. En ook deze website is denk ik heel aardig naar uw hand te zetten door bijvoorbeeld hier een andere afbeelding te plaatsen, door de kleurstelling te wijzigen. En ik denk dat het een aardige template zou kunnen zijn bijvoorbeeld voor een weblog. Tot zover 3 voorbeelden van templates die geschikt zijn voor Joomla 1.5. Tot zover deze PCM-video-tutorial.